dat jullie kijken bij deze nieuwe video, jongens. We zijn vandaag bij Vuurwerk 24, oftewel Heron Fireworks in Duitsland. Zien jullie aan de titel, we gaan vuurwerk kopen nu al voor oud en nieuw. Jullie gaan dadelijk alles zien, we gaan de bunkers in, vuurwerk halen. Maar eerst laat ik jullie even de race zien. We zijn midden op de snelweg stil gaan staan. Kijk maar, Bundesrepublik Deutschland. We zijn eindelijk in Duitsland. Ook hier regent het. Raar hè, dat het ook hier regent. Het is toch een ander land, weet je. Ja joh. Maar om nog even terug te komen op de situatie en uitleggen wat we nu gaan doen. We gaan dus naar Vuurwerk 24. Dat is een winkel die in Duitsland zit. Kan je heel het jaar door vuurwerk kopen. Alleen enkel met KVK. En KVK is een nummer die je hebt als je bijvoorbeeld een ZZP'er bent of een eigen zaak hebt. Dan kan je dus je vuurwerk in Duitsland het hele jaar halen. Dat geldt ook voor andere winkels. Dus niet voor iedereen. Daarom kunnen wij nu hier al heen om legaal vuurwerk in te slaan. Wat zijn dan verder de regels? Als je 25 kilo hebt, dan mag je dat gewoon hebben in Nederland en ook mee rijden. Alleen afgelopen jaar hadden ze natuurlijk een vervoersverbod vanaf 6 december, dacht ik, ingesteld. Zodat je ook niet vuurwerk in de auto mocht hebben. Dat mag dus nu wel. En dan moet je wel opletten, want in Duitsland verkopen ze natuurlijk nog steeds vuurpijlen. Nitraten, flashknallers. Daar moet je natuurlijk op letten. En knalvuurwerk mag natuurlijk in Nederland ook niet meer. Dus het zijn een aantal dingen waar je op moet letten. De Nederlandse tekst moet er ook op staan. Maar volgens mij zijn de Duitse winkels momenteel zo slim om altijd wel Nederlandse teksten ook op te doen. Ga naar binnen, jongens. Ik heb al een aardige aantal pallets staan. Zo. Jongens, we maken even een rondje door deze winkel. Daar zagen we net al scanners. Hoe bizar is dat? Normaal gesproken in de supermarkt. Maar als jullie hier dus komen, dan kan je dus een scanner pakken. Wat er dan gebeurt is dat je precies kan zien wat de prijs is per product. Dus dat doen we even bij deze. Dit is, dan komt het precies in beeld. Kan je hem ook in je winkelmandje zetten en een bestelling doen. Hoe bizar is dat? Ik heb dat nog nooit gezien in een vuurwerkwinkel. Dat is dus de toekomst. Het voordeel van zo'n systeem is natuurlijk dat op het moment dat jij een product kiest, want alle producten die ze hier verkopen staan ook in het systeem hiervan, dan wordt het gelijk afgeboekt van de voorraad. Zo weten ze ook precies dat er een aantal producten richting uitverkoop gaan. Kunnen ze daar weer op anticiperen. Want wat je nog wel eens ziet is dat je vuurwerk koopt, dan sta je ergens te wachten. Bijvoorbeeld wat we altijd hebben hè, bij de Aldi en de Lidl, Black Ice is uitverkocht. En dan kom je eindelijk bij de kassa aan en dan blijkt de Black Ice aan uitverkocht. Nou, dat gebeurt hier dus veel minder snel, omdat ze dus hier een heel efficiënt systeem hebben, alles digitaal. Daar merk je dus als koper best wel wat van. En normaal gesproken werd ons al verteld, jongens, staat hier met oud en nieuw staan de rijen vol. Voor de consumenten met oud en nieuw. De hele winkel vol met mensen. En tegenwoordig kan je dus ook al met je Kamer van Koophandel kan je vuurwerk kopen het hele jaar door. Moet het wel op je eigen naam staan. En natuurlijk het vuurwerk wat je koopt moet voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Dus het is belangrijk om dat te weten. Maar daarvoor kan je dus wel al eerder in het jaar je vuurwerk inslaan. Ze spelen hier echt in op groothandelniveau, waardoor ze dus de prijzen vasthouden hoe ze waren. We hebben natuurlijk allemaal het gezeur nu met die inflatie, dure producten. En hier houden ze vast aan de prijzen die ze hadden. We komen in de snoepwinkel, jongens, zoals jullie zien. Mooie cakejes, brandblussers. Ik zie wel wat meer. Jazeker. Er staan er echt veel, man. Zo op die stellingen. We kunnen nog naar links, hè? Waar gaat er zoiets af? Tijdbommetje. Kijken. Zo. Hoe lang is dat geleden, jongens, dat we dit zo vast hadden? Mooi design, man. Ook een mooi design, dit. Echt een tijdbom af, hè? Wat zei je? Echt een tijdbom af. Ja, Des gaat ook even door de bunker. Wat is nou het grootste blok dat je hier hebt staan? De Macron. De Macron. De Macron. Wil je ook eten? Je kan het proberen. Dat is wel heel af. Des. Ja, jongens, ik wilde nog even vertellen. Wij staan nu hier in een tussenbunker. Het voordeel hiervan is weer, want dat is heel erg belangrijk, is dat zij hier een tussenbunker hebben. Waar je in heel veel vuurwerkwinkels ziet dat ze dan voorverpakte bestellingen hebben staan, is het hier gewoon pick-up.
En het zorgt ervoor dat het heel snel verloopt. Hier is dus echt specifiek een tussenbunker. Film maar even daar naartoe. Dat hebben ze gebouwd. En wat we nu gaan doen, zometeen, is naar het bunkerpark. Jullie hebben het al eerder gezien. We waren een keer op een bunkerpark, ook in Duitsland. Dat waren oude oorlogsbunkers. Daar staat dan allemaal vuurwerk in. En ik wilde dat toch even aan jullie laten zien. Dat ze dat hier ook hebben. Daar staat dus het meeste vuurwerk. Dit is de grootste die jullie hebben? Ja. Niet de mooiste. De middel? Nee, dit is de grootste box die ze hier verkopen. Kan je die tillen? Nou. Het staat er ook op hoeveel kilo. Je moet wel sporten. Hoeveel kilo? 25. Nou ja. Logisch. Dit is, oh ja, tuurlijk. Dit zijn die kleinere potjes. Wat kosten deze nou? 1,65. 1,65 jongens. Ja, je moet eigenlijk zeggen 4,95, maar je krijgt er 2 bij cadeau. Oké. Okay. Ja. Dit is ook echt een tip, een aanrader. Met oud en nieuw kunnen jullie deze wel zien, denk ik. Een mooie box. Even kijken, wat is er voor info op? Hoeveel kilo zal deze zijn, Des? 25? Nou, er staat 2 kilo kruid totaal. F2. Is dat dan? 16 kilo. 16 kilo. Ja. Het mooie is van deze... Ja. Take two. Het mooie is van deze winkel is dat ze al beschermend bezig zijn met er in Nederland. Wij natuurlijk niet verplicht om zich daaraan te houden. Want de winkel is in Duitsland en Nederlanders die kopen, daar ligt de verantwoordelijkheid natuurlijk bij. Alleen toch ter bescherming van de Nederlandse kopers. En alles is volgens de Nederlandse wet, bijvoorbeeld Nederlandse tekst, CE-keurmerk. Je kan het overal vinden. Piepjes hoor je ook. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld Nederlandse tekst op. Als voorbeeld, hè. CE-keurmerk en alles. En soms zie je nog wel eens, als je bij de Aldi komt, dan zie je bijvoorbeeld op bepaalde producten wel de Nederlandse tekst en op andere producten weer niet. Dat is heel erg verwarrend voor ons als we wat vuurwerk gaan kopen. Dit is dus een tussenbunker, wat ik net vertelde, maar als je daar naar boven filmt, dan zie je dat er 10.000 kilo aan netto explosief mag zijn. Oftewel 70.000 tot 80.000 kilo aan vuurwerk, wat enkel hier in die tussenbunker mag staan. Hoe bizar is dat? Gewoon als tussenbunker. Laat staan wat er op het bunkerpark staat, wat jullie zo meteen gaan zien. Vuurwerk gewoon wel, toch? Ja, als je gewoon serieuze motieren wil zien, nou, doe het even hier. Zoals beloofd jongens, zijn we nu op het bunkerpark. Ik ga even één bunker nu in. Er staat allemaal vuurwerk. Autobandjes. Welke aardappels liggen er ook nog bij? Die roken ook goed. Ik vind die aardappels. Zo, en hier komen we nu in een bunker jongens met consumentenblokjes. Toch? Ja. Allemaal dezelfde? Allemaal dezelfde. Hoeveel pellets staan er? 15 of zo. Zo. Er wel genoeg van. Brutal. Nou, volgende bunker, jongens. Er liggen ook al een vinkpijpjes erin. Zo. Flares. Kijk dit, jongens. Oh, hier de displayshells. Ziek. Oei, oei, oei. Zo. Maar 3 inch, dat is wel redelijk klein. Hoor. Nou. Zo. Super. Hoe wil je dat hebben? Graai maar. Zo. Wat ziet jij? Zo. Hier liggen we wel bezig. Zo. Mooi blok, iets gek. Nou, dat vind jij wel lachen. Hier, display show. 5 inch. Gaan we even een doos openmaken met shells erin, jongens. Want eindelijk mag het in Nederland. Kijk. Zo. Kijk. Holy moly, dit is dik. Boxing van een hele doos shells. Is allemaal hetzelfde effect? Is allemaal hetzelfde, ja. Leuk. Heb je een hele doos van, gek? Niet normaal. Jezus. Mag ik hier even wat lauwers? Van zo'n losse video.
Is dat niet bijzonder? Voor jou natuurlijk niet, hè? Ik zou het niet eens durven afsteken. Nee? Ja. Jij hebt zelf nog nooit shells afgestoken. Ja, zeker wel. Wij schieten ontzettend veel shells. Ja, maar elektrisch dan? Alles elektrisch, ja. Maar je zou dit niet durven met de aansteker? Dit durf ik wel met de hand, maar 18 saluut, ja, dan ben je levensmoe als je dat doet. Als die fout gaat, ja, dan is het gewoon gebeurd, hè. Dat het bij de meesten wel duidelijk is, maar alles wat hier staat is echt bedoeld voor shows. Ze doen hier ook shows, dus het is totaal niet bedoeld voor consumenten of wat dan ook. Mocht hier alleen even een kijkje nemen, en dat is bijzonder. We gaan zo meteen wel met een doosje weg, dus hou de finale. Het is dus allemaal bedoeld voor shows, dus professionele doeleinden. Niet dat mensen hier komen bij Vuurwerk 24 en zeggen, hey, ik zou die display shells willen ofzo. Moet je kijken, jongens. Hier ligt liggen die mortieren, waar die shellbuizen, dus waar die shells in gaan. 600 mm. Dit gaat dus verder dan 16 inch. Zo, dat is echt te bizar voor woorden. Misschien op beeld niet helemaal goed te zien hoe groot dit nou is. Maar deze zet je toch ook in de grond? Deze buiten in de grond. Met een schep. Ik hoor jullie al denken, hoeveel vuurwerk ligt er dan eigenlijk op dit bunkerpark? Ons is net verteld, ongeveer 200.000 kilo aan vuurwerk. Hier heb je natuurlijk ook nog allemaal vrachtwagens, wat er allemaal nog in kan. Dus te bizar voor woorden. Het is ook leuk om die shells te zien, maar ook die blokken natuurlijk. Dus ja, bijzonder veel vuurwerk, hè? 200.000 kilo hier. Jullie gaan met oud en nieuw veel producten kunnen zien, ook van Heron. Dus het was weer een informatieve video weer een keer. Moet ik zeggen, toch Des? Jazeker. Maar het was ook echt fucking ziek hoor, gewoon wat ze hebben. Precies. Heron is ook niet iets wat je alledaags ziet. Inderdaad. Maar we waren natuurlijk al een keer in een bunker geweest, vorig jaar in ieder geval, waren we al een keer in een bunker geweest. Maar wat ze hier hadden staan, qua shells en zo. 22 bunkers hè, 2 ton. 22 bunkers en 2 ton kilo aan vuurwerk wat er stond. Bizar. Ik hoop dat jullie het een even leuke video vonden als dat wij het hier hebben ervaren. We gaan zeker nog een keer terug hier naartoe. En zoals ik al zei, je kan hier gewoon je vuurwerk kopen. Als je een KVK op je naam hebt staan, moet je wel ook je ID-kaart meenemen. Hou je dan wel aan de regels als je dat doet. 25 kilo. Nederlandse tekst, geen vuurpijlen, dat soort dingen. Dan mag het gewoon. Is gewoon te zien onder de site van de politie. Op de site van de politie staat dat ook gewoon. Je mag dat. Alleen moet je je houden aan de regelgeving in Nederland. Thanks voor het kijken naar deze video. Volgende week gewoon weer een video, jongens. We gaan binnenkort trips maken en meer. Tot volgende week.